Beste fans, lieve voetballiefhebbers, voor deze nieuwe column wilde ik het hebben over degene de meeste tijd met mij doorbrengen, mijn ploeggenoten. Mijn relatie met hen, wat ze brengen op en naast het veld en ik wilde dat je ze een beetje beter leerde kennen. Areola, hij is een monster, ik bedoel, heb je zijn lengte gezien, hij brengt fysieke impact op en naast het veld. Hij is een geweldig persoon, heel rustig, heel simpel. Hij praat niet veel, houdt er niet van om in de schijnwerpers te staan, maar hij weet hoe hij zichzelf moet laten gelden. Ik heb een goede relatie met hem omdat we allebei erg rustig zijn. Trap, hij is een goede vriend van mij, hij is de Duitser, de meest Braziliaanse ter wereld. Hij komt vaak bij mij over de vloer, we hebben plezier samen en bovenal is hij knap. In de kleedkamer is hij erg actief, praat graag en is geïnteresseerd in anderen, hij is ook een goede entertainer. Dani Alves, ik heb een hele speciale relatie met hem. Hij is een geweldige kerel, hij heeft een onvoorstelbare energie, 's ochtends, 's middags en 's avonds, hij heeft ook veel energie in de kleedkamer en op het veld. We spelen vaak samen aan de rechterkant, hij brengt me veel, hij deelt zijn ervaring met mij bij PSG en in het nationale team. Meunier, de Belg, hij weet hoe hij moet praten, hij zegt altijd wat hij denkt, als hij iets te zeggen heeft, aarzelt hij geen moment. Hij houdt van plezier maken, hij is ook een geweldig persoon. Op het veld brengt hij veel qua fysiek, elke keer als hij speelt, denk ik dat hij degene is het meest rent. We weten dat hij 100% zal zijn in elke situatie. Thiago Silva, hij was mijn idool, nu is hij nog steeds mijn idool, maar ook mijn vriend en teamgenoot. We spelen al jaren samen en ik heb veel van hem geleerd. Ik bewonder hem enorm, als aanvoerder weet hij het juiste moment om dingen te zeggen. Hij is rustig, maar als hij boos wordt maakt hij geen grapje, hij is een echte aanvoerder. Kimpem, ik heb een goede relatie met hem, hij is erg actief, houdt van plezier maken, net als ik. Hij is altijd positief, zowel binnen als buiten het veld. Maar wees voorzichtig, hij kan ook erg boos worden op het veld, hij brengt een enorm fysiek met zich mee. Ik was onder de indruk toen hij overkwam van de jeugdopleiding. Hij is nu erg goed, maar ik weet dat hij een mooie toekomst heeft. Kurzawa, ik praat met hem op goede en slechte momenten. Hij weet dat ik hier ben om te helpen. Heeft veel potentieel en we hopen allemaal dat het allemaal beter zal worden voor hem. Bergis, ik ben onder de indruk van hem geraakt sinds hij uit Spanje kwam. Hij nam zijn tijd, hij heeft veel energie, hij doet zijn best en hij heeft een gemoedstoestand iedereen leuk vindt. Ik denk dat hij hier een goede periode heeft, in Parijs. Het is misschien omdat hij van plezier houdt, vooral met Ferrati, Rabiot, hij is een goede vriend van mij bij de club, we hebben dezelfde dingen beleefd. We hebben samen goede en slechte momenten gekend, periodes waarin we minder of meer speelden. Onze carrière vordert tegelijkertijd, hij is belangrijk voor de club, de instelling, Motta, ik bewonder hem enorm. Als we zien wat hij heeft gewonnen met zijn verschillende clubs, wat hij heeft gedaan voor het voetbal, mensen zien het niet, maar hij organiseert een ander spel op het veld. Hij heeft het vermogen om zijn teamgenoten te laten spelen met één of twee balcontacten. Hij maakt ons beter en hij is een goede beveiliging voor ons, de achterhoede, om iemand te hebben weet hoe om te gaan, controleren, met de wedstrijd. Ferrati, hij is een speler van wereldklasse, hij is een van de meest indrukwekkende spelers ik in Parijs heb ontmoet, en nog altijd. Zelfs toen hij nog jong was, was hij al heel bedreven met de bal. Hij is ook een puur persoon, een goede vriend van mij, Lo Celso, de club heeft zijn potentieel gezien. Hij heeft veel gewerkt en hij wist zich aan te passen, dankzij de andere Argentijnen. Nu weet je wie Lo Celso is, een geweldige speler, hij is goed op elke positie waar hij gebruikt wordt, hij heeft een goede gemoedstoestand op het veld. Buiten het veld is hij rustig, maar hij houdt van plezier maken. Hij is meer van de Zuid-Amerikaanse sfeer, Lassa Nadiera, ik ken hem niet goed, maar ondanks dat bewonder ik zijn professionaliteit, zijn gemoedstoestand. Hij brengt het fysieke aspect, wat impact op het middenveld. Hij zal ons helpen tot het einde van het seizoen, hij is een voorbeeld voor de jonge spelers. Drexler, hij is echt een geweldige speler, ik kan een fenomeen zeggen. Zijn kwaliteiten, zoals zijn balbehandeling, zijn technische vaardigheden en zijn passes maken veel indruk op me. Als persoon is hij erg positief, zelfs als hij minder heeft gespeeld. Hij had altijd de juiste instelling, het verhoogt het respect. Pastore, jullie kennen allemaal zijn talent, hij is een goochelaar, hij weet altijd wat hij moet doen in een wedstrijd. In een klein hoekje, open middenveld, waar hij wordt omringd door andere spelers, hij zou iets doen wat niemand zich had kunnen voorstellen. Hij heeft een puur talent, hij is een van de beste mensen ik in het voetbal heb ontmoet. Hij heeft me vanaf het allereerste begin geholpen, hij praatte veel met me en zijn vriendschap is me erbaar. De Maria, hij maakt deel uit van deze geweldige groep mensen in de kleedkamer. Tijdens zijn moeilijke periode stopte hij niet met werken, hij had de beste houding om dingen te veranderen.
Hij heeft nog harder gewerkt. Hij is ook gek. Hij plaagt graag Braziliaanse spelers. Hij is Argentijns, dus het is normaal. Hij is een entertainer. Mbappé, hij is ons juweeltje. Zoveel talent, kwaliteiten. Hij weet het, maar hij is nederig. Hij heeft een hele goede gemoedstoestand, harde werker en rustig. Hij is heel close met zijn familie. Ik hou van zijn manier van leven. Als hij naar de ervaren spelers luistert, gaat hij geweldige dingen doen voor PSG en Frankrijk. Cavani, onze matador, je kent zijn gemoedstoestand op het veld. Hij is een Uruguayaan en we komen elkaar vaak tegen met de selecao. We kennen ze goed, hij is een harde werker, altijd zijn best doet. Hij doet altijd het maximum voor zijn teamgenoten. Hij is bijna op hetzelfde moment bij de club gekomen als ik. Ik ben close met hem, we waren close met elkaar, we praten nog steeds veel samen. Neymar, een van de beste spelers ter wereld. Ik bewonder hem en respecteer hem enorm als speler en als persoon.